Hallo YouTube en bezoekers van Toms. Ik heb net even een filmpje gemaakt met Camtasia Studio. En ik laat je even zien hoe je het kan bewerken. Nou, als je het filmpje gemaakt hebt, dat doe je door Record Screen. Dan ga je het opslaan. En vervolgens vraagt het programma, what size do you want your video to be? Nou, wil je een video uploaden op YouTube, dan staat hier al kant en klaar. En andere resolutie kun je hier makkelijk instellen. Ik stel ook even een bureaublad, een background color in. Dat is nieuw. Ik laat je meteen even zien wat voor functie dat heeft. Dan ga je naar More. Visual Properties. Kijk, kun je hier de schaal aanpassen. Dit is trouwens het voorbeeldscherm over het voorbeeldscherm hoe de uiteindelijke video eruit komt te zien. Dan, om het een beetje op te poetsen, doen we er een border omheen en een schaduw. De afstand even instellen. Die doe ik zo. En een blur. Zo. Heeft wel een grappig effect, vind ik. Wat we eerst gaan doen, is even inzoomen. Dat is wel handig voor mensen, dan weten ze precies waar je op klikt. Kijk, nu beweeg ik met de cursor over de tijdlijn. Je kunt trouwens nog meer tracks toevoegen. Bijvoorbeeld, je kunt audio invoegen. Dat doe je door import media. Als dan de audio op je bureaublad staat dan, of op je computer, dan staat het hier en druk je op openen en dan kun je het muziekbestandje kun je eenvoudig hier naartoe slepen. Okay. Inzoomen. Nou, hoe zoom je in? Er staat hier zoom in en pen. Dan hoef je alleen linksboven op en naar beneden te slepen, maar je kunt ook gewoon heel het venster kun je slepen. En nogmaals, hier rechts, zo komt het eruit te zien. We gaan nu even heel ver inzoomen. Dus ik maak hem gewoon zo klein mogelijk. Dan heb je hem hier staan. Nu controleer je het. Even terugspoelen. En op play drukken. Dan zie je het. Nu blijft hij ook ingezoomd. Dus op een gegeven moment wil ik ook weer dat hij uitzoomt. Weer op play, dan wil ik hier dat hij uitzoomt. Okay. Als je trouwens twijfelt over of je nu precies het scherm nu precies in het vakje past, kun je hem even fullscreen aanklikken. Nou, ik vind hem wel goed zo. Dan druk ik weer op escape. En weer op play. Nou, nu kunnen we ook nog callouts toevoegen. Dat zijn pijltjes, streepjes, vinkjes. Dan doe je hier. Hier staan nog meer effecten. Ik wil even een pijltje toevoegen. Druk op pijltje. Nu staat het pijltje hier tussen de 6 bolletjes. Of nee, 8 moet ik zeggen. Kun je niet zien. Maar je ziet hier wel dat er een effect is toegevoegd. Ik zie een pijl naar rechts, maar ik wil hem eigenlijk links hebben, dus dan druk ik op effect en dan flip en dan horizontaal en dan gaat hij een beetje links geven. Ik wil hem ook, ik wil dat hij eerder begint. Nou, dan kun je het effect gewoon naar links verslepen en ik wil dat hij veel korter is, dus dan maak ik hem gewoon kleiner. En dan gaan we even controleren of hij op de goede plek voorschijn komt. Nee. Ik wil dat mensen goed kunnen zien dat ze hierop moeten klikken. Dan zet ik het pijltje hier neer. Kun je hem groter maken of kleiner. Zo vind ik hem goed. Dan even kijken of hij een beetje past. Ja. Dan moet hij ongeveer hier stoppen. Dus dan sleep ik hem weer naar links. Dan gaan we weer even kijken. Ja, zo vind ik hem wel goed. Hij kan nog iets korter, maar goed, dat
echte perfectionisten die weten daar wel raad mee. Nou, ik wil het scherm vergroten. Dan gaan we weer pen en zoom. Maak hem weer kleiner. Een beetje passend maken. Zo. Druk weer op play. In het filmpje ben ik trouwens een bureaublad aan het instellen. Ik ben hem zo aan het instellen dat hij een slideshow laat zien. Dus het uiteindelijke resultaat wordt weer volledig scherm. Zo, dat zie je hier. Dat zijn toevallig wat vakantiefoto's. Een klein beetje met de schaduw erbij. Kleiner. En dan druk ik op play. Nou goed, dit is het einde van het filmpje. Nu wil ik dat hij hier stopt. Klik deze balk aan. Vervolgens op split. Klik het achterste gedeelte aan. En delete. En dat was ongeveer wel de basis van Camtasia. Ik zal even het eindresultaat laten zien. Vond je deze video nuttig? Like Tom's even op Facebook en subscribe voor updates op YouTube. Hoi!